Op dinsdag 19 november overhandigde de Hoge Raad van Adel het wapendiploma van het nieuwe gemeentewapen van Altena aan burgemeester Marcel Frenzel. Het wapen zal onder andere gebruikt worden voor de ambtsketen van de burgemeester. De Hoge Raad van Adel, gelet op het koninklijk besluit van 17 april 2019, verklaart dat daarbij aan de gemeente Altena is verleend het onderstaande wapen, waarvan de beschrijving luidt als volgt. In goud twee afgewende zalmen van keel en in een ingedreven punt van sabel een rad van goud, het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 parels, gedaan te Schravenhagen 2 september 2019 met de handtekening van de voorzitter en de secretaris. Het nieuwe gemeentewapen is ontworpen door de Hoge Raad van Adel en is met een speciale commissie met vertegenwoordiging van erfgoed Altena, streekarchivarissen en een betrokken inwoner gekozen. Ontzettend bedankt voor de wijsheid en de historische bedding van dit prachtige wapen. En de samenvatting is, u heeft gebruik gemaakt van de eenvoud. Dat past ook wel bij de streek hier. Maar de heren van Altena en het land van Heusden, dat is de basis geweest van het mooie, eenvoudige wapen van de gemeente Altena. Waarvoor Precies. dank. En dat dit, want de kans dat Altena ook nog weer een keer wordt samengevoegd, dat lijkt me uitgesloten. Dus hier kunnen we wel een paar 100 jaar mee vooruit. Het gemeentewapen zijn 2 elementen terug te zien uit de voorgaande gemeente. Zo zijn er 2 zalmen uitgebeeld uit het wapen van Woudrichem en is er een karrewiel uit het wapen van Aalburg te zien.